De tweede week van mei gaat de boeken in als een goede week voor Tom Dumoulin. Het talent wat deze jonge Limburger heeft, gaat misschien leiden tot overwinningen in de grote rondes in de nabije toekomst. De 25-jarige maakte zijn belofte waar en stond in het roze in Apeldoorn. Iets wat hij 4 dagen later nog eens deed. Maar op de tweede rustdag van de Giro heeft Tom de roze trui verloren aan de Italiaanse Brambilla. En het werd voor Tom tijd om de balans op te maken en terug te kijken op zijn roze week. Voor eergisteren zeg maar, zat ik echt wel op mijn roze wolk en was heel, heel speciaal. En, ja, dus zeker in Apeldoorn, dat was ongelooflijk. Dat ga ik nog maar zelden of nooit meer meemaken, denk ik. Met de start in Nederland een grote ronde etappe winnen en trui pakken. In Italië ging het feestje eerst nog mooi door. En de laatste dagen helaas niet meer. Tijdens de 9,8 kilometer durende proloog door de straten van Apeldoorn reed Tom door de haag van juichende mensen naar waar hij van droomde. Een overwinning in de tijdrit in eigen land. Hij haalde het maar net met slechts 1 seconde verwijderd tussen hem en de onbekende Primoz Roglic. Wellicht geholpen door het gejuich van het publiek. Ja, heel veel mensen die hadden toch in Nederland, die kwamen ook met het idee naar Apeldoorn van we hopen toch heel erg dat Dumoulin die roze trui gaat pakken en dat het dan ook lukt en zeker met dat kleine verschil. Ja, dit viel gewoon allemaal op zijn plek die dag en ja, het was heel speciaal. Voor zijn ploeg Giant Alpecin was dit roze een prachtige lichtpunt na een zo desastreus begin van het seizoen met het dramatische ongeluk in Spanje. Dus we hebben een hele goede start gehad van de Giro. Ik denk wel een droomstart als je kijkt naar in Nederland met Tom Dumoulin in het roze. En daarna hebben we eigenlijk de lijn goed kunnen doorzetten tot de rustdag. Helaas hebben we dan wel verloren de trui. Maar ik denk dat we tot nu toe mogen terugkijken op een heel mooie start van de Giro. De ploeg was niet opgewassen tegen de sprintkanonnen en de ploeg kon niets anders doen dan rustig zitten en afwachten op hun moment. En dat moment kwam op de eerste dag in Italië. En dat vergt energie. Ja, het vergt energie, maar het geeft ook energie terug. Als het uiteindelijk betaalt het zich ook uit in de vorm van een roze trui in dit geval. Dus ja, het kost energie, maar het is ook relatief natuurlijk. Ik denk de dag dat wij de trui misschien terugpakken. Dat als ploeg zijn de koers op een gegeven moment in handen genomen hebben en zwaar gemaakt hebben. En dat Tom uiteindelijk de trui terugpakt, dat was wel een mooi moment. Nadat de ontsnapping was teruggehaald, sprong Dumoulin op het juiste moment weg uit de groep met favorieten. Met bondgenoot Kruiswijk in zijn wiel. Wellicht afgesproken? Nee, eigenlijk niet. Daar wordt me veel naar gevraagd en er wordt... Alsof ik daar geheimzinnig over zou moeten doen. Nee, als we gepraat hadden, dan had ik het wel gezegd hoor. Dat is echt geen probleem. Maar we hebben niet gepraat. Hij zat blijkbaar gewoon in mijn wiel toevallig en hij besloot mee te schuiven. Ik zag eigenlijk pas toen ik voor het eerst omkeek, toen we al een gat hadden, dat hij nog in mijn wiel zat. Ja, toen voelde ik me nog wel echt goed. Ja, zeker. Steven is natuurlijk iets meer klimmer nog dan ik en ik ben iets meer powerhouse. Dus dan ik demereerde op het vlakke natuurlijk. Dus dan heb ik toch nog wel een iets voordeeltje. Maar de verwachte terugval kwam in de 8e etappe. Op de stoffige wegen waar ook Strade Bianchi wordt verreden. Dumoulin valt weg uit de kopgroep en kan niet meekomen. En het roze glijdt van zijn schouders. Hoe voelt hij zich nu? Kan beter. De laatste 2 dagen ging natuurlijk een beetje de mist in. Door verschillende oorzaken. En ik ben in ieder geval blij met de rustdag vandaag, maar het wordt wel, ik heb toch wel een beetje last van mijn zitvlak, meer dan ik eigenlijk had voorzien 2 dagen geleden. Die tijdrit heeft het natuurlijk niet echt beter erop gemaakt gisteren, met die rare houding en ook het slechte weer nog erbij. Dus ik hoop dat nu vandaag goed kan herstellen en dan hoop ik wel... De komende dagen weer er doorheen te komen. De zwaarste dagen in de Giro, die komen eraan. De vlinder van Maastricht heeft altijd al gezegd dat hij zich daarvoor niet heeft voorbereid. Nu heeft Tom Dumoulin een nieuwe focus. Van het roze verdedigen naar hopelijk een volgende etappe-overwinning. Morgen ga ik sowieso wel tijd verliezen, ben ik bang. Nou, dat gaat sowieso ergens gebeuren. Dan kan het beter morgen zijn dat ik nog
een beetje meer herstel pak en dan hopelijk op wat achterstand sta dat ik etappes ga uitzoeken in de laatste week. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN Presenteert op je tv.